De relatie tussen Rabobank en Alberda is er al eentje van vele jaren. De meest dominante denk ik bij Move Your Skills, waarbij we vanuit Rabobank proberen mee te helpen om ondernemende skills bij studenten aan te wakkeren. En soms zelfs aan te zetten tot ondernemerschap. Ik vind de relatie tussen Alberda en Rabobank altijd bijzonder prettig. We zijn allebei denk ik partijen die graag meedenken met waar de stad naartoe wil. En daar ook in willen investeren. Dus we komen verschillende mensen vanuit het Alberda tegen in allerlei projecten die er voor bedoeld zijn om te zorgen dat het met Rotterdam een beetje beter gaat. Via school en soms via andere lijnen. En het is prettig om met ze in contact te zijn. Waarom adviseer ik om zaken te doen met Alberda? Nou, één, ik vind dat alle bedrijven die er zijn ook moeten nadenken hoe ze een steentje terug kunnen geven. En soms is dat in het helpen anderen te laten ontwikkelen. Dat vind ik gewoon een mooie gedachte. Weet je wel, kijken wat je terug kan doen. Tweede reden is, denk ik, degene die in de toekomst je klanten zullen zijn, komen misschien wel van dit soort opleidingsinstituten. Dus moet je als ondernemer afvragen hoe ze zich gedragen, wat hun dominante drijfveren zijn, hoe ze zeg maar geïnteresseerd zijn. Verbinden, laat het zo maar even zeggen. Nou, wat Alberda voor mij betekent in mijn ontwikkeling is het feit dat op de middelbare school moest ik leren en op Alberda heb ik geleerd te ontwikkelen. Ik heb vaardigheden aangeleerd en vanuit die vaardigheden uiteindelijk de stap gemaakt om HBO te gaan doen, maar ook de stap gemaakt om mijn eigen onderneming te beginnen. Dus van het leren naar het ontwikkelen, dat is echt de stap die ik op Alberda gemaakt heb. Nou, we werken heel graag samen met het Alberda, omdat wij elke donderdag een groot event hebben hier, Thursday Gathering, waar heel veel studenten en start-ups en scale-up allemaal bij elkaar komen. Wij noemen de mensen innovators, het zijn allemaal mensen met hele goede ideeën voor de stad Rotterdam. En wij misten eigenlijk een beetje het mbo daarbij. Ik denk dat het voor jongeren interessant is om zich bezig te houden met ondernemerschap, omdat het heel veel kansen biedt. Vanuit het Venture Café hebben we eigenlijk zelf contact opgezocht met het Alberda, omdat we graag wilden laten zien dat mbo-studenten heel wat kunnen en heel wat in huis hebben. Wij zijn gevestigd in het Cambridge Innovation Center met meer dan 250 bedrijven en dit is echt de ultieme plek om gewoon een hele toffe stageplek te vinden. Dat is ook de reden waarom we proactief op zoek zijn gegaan naar contact met Alberda, omdat we wel merkten dat er heel veel hbo en heel veel universiteit hier voorbij komt, maar dat bedrijven eigenlijk niet weten wat voor pareltjes er op het mbo zitten.